De eerste thuiswedstrijd, 6 op 6, ja, kan niet beter. Ja, daar hebben we van gedroomd. Uh, want uh, de eerste wedstrijd op banen legt al gaan winnen. Uh, dat resultaat uh, continueren thuis, uh, ja, dat is uh, een droomstart. En toch ging het moeilijk, uh, zeg maar, tot en met uh, de rust. Ja, maar uh, elke wedstrijd zal moeilijk zijn en... Uh, Elke wedstrijd zal zijn verhaal hebben. En ja, we waren vandaag denk ik, gestart met veel respect. Ik heb ook de jongens gezegd van uh, blijf goed in die organisatie, want we spelen vandaag tegen een team die altijd moeilijk is voor ons. En, uh, je zag ook uh, de namen op het, op het blad staan. Dan wist je onmiddellijk dat ze heel compact gingen spelen. Ja, dan mag je niet te veel balverlies hebben tussen die lijnen. En dat was wat zoeken. Dus uh, ik vond dat die bal goed rondging, maar maar iets te weinig diepgang en uh, met iets te veel zekerheid. Ja, en dan uh, komt dat tegen. Doelpunt. En dan denk ik dat we eigenlijk definitief zijn wakker eh, geschoten. En dan hebben we eigenlijk die verzekering helemaal weggegooid. En zijn we er vol voor gegaan. En uh, dan denk ik dat we een heel goede 60 minuten spelen. Heel volwassen. En uh, ja, dan uh, moet ik toch weer al mijn complimenten maken aan die spelersgroep. Uh, ook aan mijn staaf dan weer al. En uh, vooral Rudy Cosset, die toch het fysieke gedeelte van, uh, van, ons, uh, van onze selectie doet. Uh, ja, dat wij vandaag uh, een heel, heel, heel fysiek sterke wedstrijd gespeeld hebben. Zeg je dan, we komen er beter uit tegen een meer voetballende ploeg dan een blok zoals Mons? Dat ja, is voor iedereen zo, denk ik. Dan heb je wel wat creativiteit nodig en dan heb je de bal snelheid nodig en die was er de eerste 20 minuten niet. Maar vandaag, een ombuigen, Dat betekent dat je, dat je sterk bent. En vandaag het inbrengen van doetra, denk ik, die bepalend was vandaag. Heel content dat die jongens ook een steentje bijdragen. En dan zien we dat we toch een hele goede kern hebben. En dat iedereen klaar is wanneer we ze nodig hebben. En heel content dat deze jongens vandaag die drie punten hebben thuisgehouden, want dat verdienen ze. De ploeg en de supporters hebben een inspanning gedaan. We waren vandaag met 6000 toeschouwers. Uh, laat me eerlijk zijn, zonder dan echt de, de bezoekers erbij te tellen. Dat wil zeggen dat we toch wel voor een 7000 man kunnen spelen in de toekomst. Ja, en uh, ik heb vandaag. Uh Echt met verbazing gekeken. Mijn elftal is, is groeiende, maar ook al hetgeen wat er rond gebeurt, de beleving. Ik ben hier nu drie jaar en ja, die beleving die ik vandaag gezien heb, die heb ik nog niet gezien. En, uh, dat stemt uh, me enorm gelukkig en uh, dat, hoopt, uh, dat hoop ik uh, dat wij naar de toekomst toe kunnen en dat wij één groot geheel zijn, uh, deze Club Sporting Lokeren. En dat wij kunnen genieten van, uh, van, van, van de zegedrang die deze groep op dit moment tentoonspreidt. Zegedrang naar Kortrijk. Absoluut. En uh, dat is ook weer een, een battle. Uh, want op Kortrijk is nooit moeilijk. Tandhuis uh, tegen Genk. Ja, elke wedstrijd is moeilijk. En dan mag je mag blij zijn denk ik, dat we op dit moment die 6 op 6 hebben. Want dat brengt ons toch wel in, 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 in een zetel. Uh, van waaruit hebben we weer al 90 minuten vol moeten gaan voor het uh, volgende resultaat. En trachten wedstrijd per wedstrijd uh, ons ding te doen. En, uh, ja, vandaag uh, zie je weer al een remakkel die, uh, die een hoog rendement had qua statistieken. Wat er tussenin gebeurt is er nog iets te veel afval. En zo heeft iedere speler zijn verhaal en dat is weer al werk voor door de week. Bedankt Peter, ja. merci.